En tot slot, het is het best bewaarde geheim van Nijmegen, of zelfs van Nederland. De Nijmeegse punkband Entelectual. De band staat in de top 5 Nederlandse muziekacts die het meest in het buitenland optreden. Dat blijkt uit cijfers van belangenorganisatie Booma Cultuur. Entelectual staat op de lijst vlak onder grootheden als DJ's Chesto en Martin Garrix. They promised us the world. Entelectual toert al jaren de hele wereld over. Maar na het nieuws van Booma Cultuur weet de hele Nederlandse pers ze ineens te vinden. Ja, wij doen eigenlijk wat we altijd doen, maar daar is nu een hoop aandacht voor. Dus dat is wel voor ons heel leuk. En dan denkt iedereen nu in Nederland, jeetje, die Nijmeegse punkers, die bulken van het geld. Ja, dat is een draai die de Telegraaf eraan heeft gegeven. Maar dat is niet helemaal waar. Want die lijst gaat puur en alleen om het aantal optredens in het buitenland. En niet of je daar miljoenen mee hebt verdiend of tientallen euro's. Sterker nog, de bandleden hebben er allemaal een baantje naast. Ja, klopt. We kunnen er niet van leven, maar we leven er wel voor. De plotselinge aandacht in Nederland is leuk voor de band. Maar ze verwachten hier nu niet ineens volledig door te breken met hun punkrock. De meeste optredens zullen toch in het buitenland blijven en vooral in Duitsland. En ook daar zijn het allemaal niche-markten en is het een niche-genre muziek die we spelen. Dus ja, echt groot. Ik bedoel, we spelen nergens in stadions of arena's. Je gaat het niet net als U2 een beetje aanpassen dat je samen met Martin Garrix iets gaat maken. Hij kan altijd bellen. Wie weet, we zullen het zien. Maar het staat niet op de lijst nu ineens. From city to city.